Goedemiddag, vandaag is het oesterdag. Oesterdag. Een oester, dat is toch zo'n, ja, zo'n soort slak in een schelp waar je parels in kan vinden. Tenminste, niet zo heel vaak vindt in een parel, maar goed. Laten we eens een oester gaan tekenen. En misschien kunnen we dan gelijk die parel intekenen. Dan hoeven we daar al niet meer naar te zoeken. Doe je mee? Ja, vandaag is de dag van de oester. Maar hoe ziet een oester er nou uit? Nou ja, heel beroemd is natuurlijk een oester met een parel erin. Laten we die dan maar gelijk tekenen. Hè, oester is een beetje een rotsachtige schelp. Eigenlijk helemaal geen mooie schelp om te zien. Al zullen daar misschien de meningen over verdeeld zijn. Maar ik vind het geen, niet de schoonheidsprijs verdienen. Ik ken allemaal een oester met een parel erin. Dat is dit een hele grote parel natuurlijk. Maar de binnenkant van zo'n oester is ook een beetje parelachtig. Een beetje parelmoer heet dat. Ja, de parel natuurlijk in de oester. Nou, oesters, ja, oesters als we ze eten, er zit natuurlijk gewoon een slak in. Dus als je zo'n oester hebt, dan zit hier die slak zeg maar zo in. En eigenlijk eet je die dus rauw. Ja, er zijn mensen die vinden het heerlijk. Het is een delicatesse noemen ze het. Ja, ik vind het niet zo bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel eens een keer oester op, maar om nou te zeggen, moi, nee. Ik eet liever iets anders, laat ik het zo zeggen. Het is niet, het zal maar nooit mijn lievelingsgerecht worden, oesters. Nou, dit is dan een oester met de oester, de slak er dan nog in. En die kan je dan met een schijfje citroen. Een schijfje citroen bij doen. Zo. Ik zou zeggen, probeer zelf eens een oester te tekenen. Of ga er eens een keer ergens eten of kopen. Om eens een keer te proeven. Ja, het is een beetje zoutig, ziltig. Slijmerig iets natuurlijk. Het is een slak. En je eet hem rauw. Kans dat je een parel vindt is klein. Maar stel je voor dat je een parel vindt in een oester. Dat is dan een extra verrassing. Ik zou zeggen succes en ik zie jullie morgen in de volgende video.